wat boeit me aan het weer? Weet je wat is? Ik heb op een gegeven moment gekozen voor een andere hobby. Ik zei tegen Joke, ik wil een andere hobby. Ik ga ze het weer doen. En daar ben ik mee bezig gaan. En dat is uitgegroeid tot een beroepsmatige hobby. Toen ik bij SBS kwam, toen vroegen ze of ik naar het Westen wilde verhuizen. Toen zei ik, nee, als jullie dat willen, dan kom ik niet. Nou, dat zegt genoeg over wat ik van Friesland vind. Ik heb mij achteraf wel verbaasd waarom er niet eerder een .frl gekomen is. Want, laat eerlijk zijn, we hebben zoveel dingen te doen, zoveel evenementen. We kunnen ons daar zo mee profileren. En FRL hoort gewoon bij Friesland. Wat FRL bereikt is dat er heel veel Friese bedrijven, heel veel, maar ook niet alleen bedrijven. Hè? We moeten ook kijken naar heel veel mensen een FRL aanvragen. Dat is toch leuk, man. Het hoort toch gewoon bij elke zich respecterende provincie.